Goedemorgen. Op de infraroodsatelliet is het niet goed te zien, maar er zit behoorlijk wat bewolking boven Nederland vanochtend. De opklaringen liggen klaar boven de Noordzee en daarmee krijgt vooral de westelijke helft van het land in de loop van de dag steeds vaker te maken. Vanochtend in de oostelijke helft van het land nog bewolking, soms wat lichte regen of motregen en in het westen van het land af en toe wel opklaringen, maar daarbij grote temperatuurverschillen. In het oosten van het land een graad of 3 en naar zee is het al een graad of 8 met daarbij een krachtige noordenwind, windkracht 6. Vanmiddag blijft die tweedeling eigenlijk. In de oostelijke helft van het land blijft het bewolkt met vooral in de hoek, zuidoosthoek nog kans op wat lichte regen of motregen. In het westen van het land soms al brede opklaringen of zonnige perioden met daarbij een graad of 8. De wind neemt iets in kracht af, is aan zee vrij krachtig, windkracht 5 en in het binnenland meest zwak of matig, windkracht 2 of 3. Vanavond en vannacht dan heeft bewolking de overhand en daardoor daalt de temperatuur eigenlijk niet of nauwelijks tot rond of onder het vriespunt. De laagste temperaturen verwacht ik in het oosten van het land daar een graad of 1, en aan zee wordt het niet heel veel kouder dan 5 graden. Later in de nacht zijn er in het no noordwesten wat opklaringen mogelijk en daar kan wat buige regen vallen. In het binnenland valt uit dikkere bewolking soms wat lichte regen of motregen. En dat is ook het beeld voor de oostelijke helft van het land, morgen bewolkt. Soms wat lichte regen of motregen. En dat allemaal bij temperaturen rond 5 graden. Aan zee is het aanzienlijk zachter en vriendelijker weer. Soms breekt af en toe de zon door. Het is meestal droog. En bij een matige westenwind wordt het dan zacht met 7 graden. De komende dagen blijft het vaak bewolkt, met vooral woensdag in het zuiden kans op lichte regen of motregen. Donderdag dan is de kans op wat intensievere regen wat groter en krijgt de meeste regio's van Nederland met wat regen te maken. Het is wel zeer zacht met 8 of 9 graden. Vrijdag dan draait de wind naar het noordwesten en met de noordwestenwind zien we vaak buien regen. Er kunnen er een paar buien vallen, maar tussendoor schijnt dan ook af en toe de zon en het is iets minder zacht met 8 of 7 graden. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl